We gaan vandaag met elkaar praten over geld. En geld is iets wat je elke dag nodig hebt. Jullie nog niet misschien. Ik hoop tenminste niet dat je elke dag bezig bent met hoeveel krijg ik en hoeveel ga ik vandaag weer uitgeven. Maar je weet hoe belangrijk geld is. En niet geld als zodanig, ik bedoel de muntjes of de bankbiljetten gaan we het over hebben. Maar wat kun je doen met geld? Hoe kom je aan geld? En hoe kun je het besteden? Daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. En dat gaan we doen aan de hand van het verhaal van het kopen van een fiets. Wat kost een nieuwe fiets? Nou, 600 euro. 600. Hoe duur is die bij jou? Ongeveer 600. Ook onder. En bij jou? 450. Kijk, dat moeten we hebben. Wordt steeds goedkoper. 250. Kijk, een nieuwe fiets, hè? Waar moet je naartoe? Straks? Gewoon naar het basislyceum. Oh, dat valt mee. Dan heb je niet, heb je niet veel versnellingen nodig. Kun je gewoon een simpel fietsje doen. Kratje voorop, hè? Ja. Ja, precies. Vandaag gaan wij rekenen met een fiets van 550 euro. Dat zit een beetje in de bedragen, hè? 600, 250 is wel heel erg weinig. We zijn in Baden nu voor de vierde keer bezig, het vierde jaar ook, met de organisatie van de Week van het Geld. We doen dat als projectteam op eigen initiatief, zeg maar. We worden ook wel heel goed geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn om de kinderen van de basisscholen op de hoogte te brengen van hoe moet je nou eigenlijk omgaan met geld en hoe word je daar dan ook wat weerbaarder in? Hoe kun je daarmee omgaan en hoe word je er weerbaar? En daarvoor staat ons ter beschikking heel veel informatie van het ministerie van Financiën uit Den Haag. Die sturen dat fantastisch aan. Die stimuleren ook echt de vrijwilligers, zoals wij het nu doen in Baren, om alle basisscholen erbij te betrekken. En het leuke is, we hebben ook een enorm hoge score in Baren met de basisscholen. We hebben daar in het projectteam voor ook hele goede mensen zitten. Dat is dan de voorzitter van het directeurenoverleg van de basisscholen. Dat is Jacques van der Vlies van de Amalia Astroschool. Vanuit Stichting Welzijn Baren wordt een flink steentje bijgedragen door Christa Peters. Daar zijn we heel blij mee. Bank Nederlandse Gemeente, daar is een medewerker van. Die doet voor het team ook een stuk vrijwilligerswerk en dan ondergetekende. En zo zijn we met z'n vieren actief om de basisscholen te benaderen en te enthousiasmeren. Om ook maar vooral te kijken of er wat tijd vrijgemaakt kan worden tijdens de lesuren. Want het programma is enorm druk op de basisscholen. En het mooie is dat het dan ook echt lukt dat de basisscholen die draad ook oppakken. En tijd vrijmaken om juist in deze week, van 9 maart tot 15 maart, om een uurtje vrij te plannen voor les van de Week van het Geld. Hoeveel denk je dat de gemeente nodig heeft ieder jaar? 2,3 miljoen. Meer. Meer. Meer dan 20, dus doe een gok. 52 miljoen. Minder. Doe maar zo 46 miljoen. Eentje minder. 45 miljoen heeft de gemeente nodig ieder jaar. Staat hier allemaal in waar ze het aan uit gaan geven. En dan moeten ze natuurlijk ook weten hoeveel in 2019 of 2025 er nodig is. Want ik hoorde ook andere Peter net zeggen, gaan jullie sparen? Want als je wat groter bent en je wil een scooter kopen of een auto, hoorde ik jou zeggen. Dan kun je niet als je 18 bent en je hebt je rijbewijs zeggen, doe nu maar een auto. Ja, van welk geld? Dan moet je nu al sparen. Hij gaat al sparen als hij gaat studeren. Dus ook nog over zoveel jaar. Dus de gemeente die heeft hier een begroting van 2015 staat erop. En ze kijken ook al een beetje verder, hè, tot en met 2018. Staat hier allemaal in. Bijvoorbeeld, ik heb laatst met meester Dries gesproken. Over het verkeer hier buiten. En toen zei hij, wij willen graag wel een zebrapad. Hoe duur denk je dat een zebrapad is? 5.000 euro. Helft. 2.500 euro kost één zebrapad. Maar we hebben een heleboel scholen die een zebrapad willen. Dus moeten we bijvoorbeeld 10 keer 2.500 euro. Moeten we wel in dit boek hebben staan.
Wie zit er op voetbal voor jullie? Welke club? Dat is nou jammer. Wie zit er bij Baren? Zie jij bij Baren? Kijk, jou heb ik nog aan. Twee kunstgasten. Hoe vonden jullie de les? Leuk. Ik vond het leuk. Ja, leuk, ja. Hè? Tof. Ja. En heb je er wat van geleerd? Ja. Zeker weten. Wat heb je ervan geleerd? Gisteren heb ik nog een paar scheenbeschermers gekocht die ik niet eens nodig had. Oh, chill. Wat heb jij ervan geleerd? Nou, dat je er beter met geld om moet gaan en ook dat je beter moet gaan besparen. Nou, ik heb geleerd hoe je met geld om moet gaan. Beter, beter, okay. Maar hoe? Maar hoe? Ja. Hoeveel zakgeld krijg je? 2 euro per week. Noppers. Noppers? Niks. Nada. Nada. 2,50 euro per week. 5 euro per maand. 50. 2 euro per week. 20 euro. Ik krijg 20 euro per maand. 20 euro. En jongens, moeten jullie ook van die 1 of 2 euro die je krijgt, 2,5 zelfs, jij misschien iets meer, 4 ongeveer in de week, kopen jullie daar ook cadeautjes voor? Moet je daar een cadeautje voor maken? Ja, voor kerstmis moet ik en voor mijn verjaardag van mijn broertje moet ik een eigen cadeautje kopen. Voor kerstmis moet ik bijdrage leveren en voor Sinterklaas bijdrage. Dus daar spaar je van voor je eigen zakgeld? Ja. En voor een verjaardag van een vriendje? Doe ik ook. Ook ja. Voor je zakgeld? Ik moet een deel betalen en de rest betaal ik niet meer. Ja. Want hoeveel geef je ongeveer uit voor een cadeautje voor een verjaardag van een vriendje? 10 euro. 20. 7,50. Zoveel? Ja. Dat is dan een heel bedrag als je 2 euro zakgeld krijgt. Dan ben je deze... hele maandgeld kwijt. Maar eigenlijk is het, als je het aan familie geeft, dan geef je meestal grotere cadeaus dan aan vriendjes. Dus eigenlijk bij familie is het bijvoorbeeld iets van 15 en bij vriendjes is het iets van 10. En kan je dat van je zakgeld betalen zoveel? Ja. Ja, dus jullie zijn hartstikke grote spaarders. Nou, ouders betalen altijd. Ja, ik laat het mijn moeder lekker doen. Ja, misschien krijg je er wel wat bij. Ja, kijk, verjaardag krijg ik ook wel geld. Ik moet 1 euro bij. Ja. Wat wil je zeggen? 1 euro bijdragen. Ja. Oh ja, dan dat je wat bij. Dat kan ook.